Kijk, dat is een tattoo. Weiße haai is dus. Nee, nee, ook niet? Einer. Irgendeine. Moby. Nee, ja, Moby, der wird Moby in, wer wird Moby, wenn ich wieder zunehme? Ah, jetzt, es war ein Hering. Du auf Sendung. Wirklich? Ja, sicher. Nou, nog een paar minuten en dan ga ik met Lydia gaan we naar de ponton en dan wordt het een diepduik. Ik ben met Lydia alleen, want Ralf is op sterven na dood. Die redt het vandaag niet en zijn vrouw houdt hem gezelschap. Dus ik ben met Lydia alleen voor een diepduik en vanmiddag ook de navigatie. Dus we gaan er weer een leuke dag van maken. Oké. Okay. Oké. Okay. Beruhig dich, Rolf, wie er mir eben gesagt hat, dass wir alles wieder rausgeschnitten. Nur bei Lydia. Schön. Schön, da Ja, je ziet mijn kamer niet eigenlijk. Ligt net op het hoekje. Dan als je daar doorheen loopt, zo hier buitenom, kom je bij de duikschool. Hier is de oefenzwembadjes. Dan kan je hier zo het hele complex zien. Daar weer een nieuw gedeelte. Ik zie er niet zo dicht bij het strand als ik. Dat wordt allemaal bijgebouwd erachter. Dat is allemaal nieuw. Hier zie je de riffen, de boten, het heldere water. Het andere gedeelte van het complex. Met hier het andere zwembad. Ik zit nu recht boven het restaurant waar we eten, 's avonds. En dit is allemaal van het hotel met al die parasolletjes. Nou, dat is hij. De bewaker die meeging was buiten adem toen we boven kwamen. Maar goed. En hier is dan waar je s'avonds buiten kan eten. Je kan ook daar naar binnen en dan zit je in het restaurant zelf. Dat heb ik geloof ik in het begin al gefilmd. Fantastisch mooi uitzicht. Geweldig.
Ja, dan ga ik maar eens naar mijn kamer, want ik moet echt uit de zon blijven vandaag, dat voel ik wel.